Café De Fortuin in Barsingehoorn gaat sluiten. Na 150 jaar komt er een einde aan een tijdperk van feesten, partijen of gewoon een kop koffie. Laatste loontjes. Ja, hoe voelt het? Ja, apart. Ja, toch wel raar. Ja, het is toch 39 jaar woon je hier al en het is niet niks. Ik ga lekker met pensioen, ja. Ja. Lekker een mooi huisje, lekker niks doen. Er zijn nog maar een paar dorpen in Nederland waar een café is. Want dat wordt je zo moeilijk gemaakt met niet roken en met 16 jaar, met drank en 18 jaar. En... Ik was 4 dat we hier kwamen en Maatje Bink noemden ze me. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ja, het is zeker een historische plek. Het is natuurlijk al vrij oud en het is al eigenlijk het hele bestaan is een café en horeca geweest. Belletjes aan de muren, daar zaten de rijkere mensen, dus de boeren en de schoolhoofd en de dokter zaten daar en die drukten op het belletje en dan kwam de bediende kwam daar al brengen. André Hazes heeft hij nog opgetreden. Drukwerk. Hoe heet die gasten nou? Amazing Stroopwafels heeft hij nog opgetreden. Ja. Heeft ze koningin Beatrix nog ontvangen? Ja, ja. Ja, die is hier nog een keer in het raadhuisje geweest. Ja, vond ik niet zo'n hoogtepunt hoor. Maar goed, ze was er wel. Dat was wel gezellig. Ja. Ja. God. Wat ga je het meeste missen nu eigenlijk? Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk pas als het er niet meer is, dan ga je het missen. De leuke ga je achter de bar staan, met mensen spreken, toen ga je het missen. Toneel, eigenlijk van alles. Voor kinderen hebben we altijd een hele hoop gedaan en dat ga ik echt wel missen. Nou, nog een laatste boodschap of advies aan het Barsingehoorn en hoe ze nu verder moeten zonder jullie? Komt altijd op zijn pootjes terecht. Dus het is altijd wel, ik geloof wel dat Barsingehoorn zijn weg weer gaat vinden.